Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto wolkenpartijen boven ons land. Het heeft te maken met een storing die ons vandaag parten speelt. Vanochtend overwegend veel bewolking in het noorden en in het oosten van het land. En daar ook een paar buien. In het zuidoosten opklaringen en nagenoeg droog weer. Temperatuur tussen de 10 en de 13 graden. De wind draait in de loop van de dag naar het noorden en vanmiddag zien we juist de buien in het midden en het zuiden van het land. In het noorden is het dan droog en de temperatuur ligt tussen de 13 en de 16 graden. Vanavond vallen in het zuidoosten en oosten van het land buien en de temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. En morgen op Koningsdag, dan is het nogal wisselvallig, vooral in het zuidoosten en oosten van het land veel bewolking en een enkele bui. In het noorden en westen droog weer en af en toe de zon erbij. En het is fris met 10 graden. Dinsdag, woensdag en donderdag blijft het aan de koele kant voor de tijd van het jaar met 10 tot 13 graden in de middag. Het is wisselvallig met elke dag kans op een enkele bui. Ik ben Diana Boeij van Weerplaza.nl.